Jomis, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life, puntje. In deze serie moet ik een bepaald wapengoud halen en dat is in dit geval de APR 223. Wij hebben er al heel erg veel headshots mee, want we moeten natuurlijk zo snel mogelijk naar die 100 headshots toe. En we hebben er op dit moment al in de pocket 76. Dus we hoeven er nog maar 24 te maken. En dan hebben we de eerste 9 uitdagingen voltooid. En dan hebben we daarna natuurlijk nog 5 andere uitdagingen te gaan. Maar mijn class op dit moment ziet er als volgt uit. We hebben de Reflex Sight, de Quick Draw, de Stok en de Extended Max op onze ABR staan. En we gaan gewoon weer een nieuw potje spelen. Dus vind ik deze serie al leuk? Ram dan op die like knop, zou ik heel erg gaaf vinden. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren voor meer. En dan gaan we meteen op naar ons potje. Hier gaan we dan op de map Militia. We hebben een mooie ABR in onze handen. En ik gebruik de UAV, de Counter UAV en de Hellstorm als mijn scorestreaks op het moment. Puur gewoon dat ik niet te veel kills met de scorestreaks wil pakken. Maar wel gewoon de vijanden natuurlijk wil zien op mijn minimap. Dus vandaar de UAV. En de Counter UAV, wat altijd handig is. Want dan hebben de vijanden natuurlijk geen minimap meer. En uh-oh. Ja, dat was een headshot. Dankjewel. Oh, teammate. Teammate. Dank je, jongens. 26 AP over. Ik had daar geluk, joh. Oei. Een beetje geluk heb je nodig, hè, in Call of Duty. Ik denk eigenlijk dat ze hier gaan spannen, dus ik loop alvast deze kant op. Nee, nog niet eens, joh. Please, laat even je hoofd zien. Ik ga hier op je wachten, namelijk. Hey, teammates, jongen, pas op. Het is leuk dat je me kent, maar we gaan bijna de auto door, jongen. Shout-out naar jou, by the way. Ah, die headshots op lange afstanden, dat gaat hem sowieso niet worden. Ik heb wel mijn UAV'tje. Lange afstands headshots zijn echt heel erg lastig. Dus ik kan beter focussen op de wat kortere afstanden. Oh, zoals dat dus. Dat was een perfecte headshot geweest. Maar helaas kon ik hem niet meer hitten. Kom maar. Dank je. Counter UAV is ook binnen. Is op zich wel fijn. Niet wat we echt willen. Want we willen natuurlijk die hoofdschoten. Maar die staat gewoon met een shotgun op het trappetje te campen, joh. Deze gek. Die is helemaal loco, joh, die vijand. Kom maar. Weer geen headshot. Dit is lastig, man, met deze enemies. Dank je. We hebben hem. We hebben hem. We hebben de headshot. Ik herhaal. We hebben de headshot. Ja, dan ging ik dood. Die was echt... Die was knijterscheef van me. Ik heb soms van die momenten, dan schiet je alles raak. Maar ik heb ook van die momenten, dan schiet je alles mis. Ja, het gebeurt allemaal in Call of Duty, helaas. Alleen dat misschieten, dat heb je liever niet natuurlijk. Oh, 2 tegen 1. In het deurtje. En nog eens gewoon op de grond. Ik ga mijn helft nog wel eventjes. Hop, 1 killetje sowieso. Nee, niet eens. Geen 1. Geen enkele kill met de Hellstorm. Beste Hellstorm ooit. Nee, ze zitten allemaal, die vijanden, in dat middelste gebouw. Allemaal. Ik hoor ze letterlijk ook allemaal naar binnen lopen. Ja, springt hij het raampje uit. Oh, staat hij heel de tijd in het raampje, loop ik langs en dan springt hij eruit. Dat is echt de timing, joh. Headshot. Dat is eigenlijk de timing die je niet graag wil hebben. Er komt hier wel een enemy aan. Ja, headshot, dankjewel. Weer een erbij. Kijk, nu gaat het goed. Zo gaat hij goed. Zo gaat hij lekker. Komt hij aan? Ja, ik probeer op het hoofdje te richten. Hij zat te springen. En elke keer als ze gaat springen, ja, dan gaat het hoofdje ook op en neer. Dat maakt het moeilijk. Maar op zich gaat het nogal goed. Kan beter, maar het kan altijd beter. Teammate roept een hond in. Die rent meteen achter de vijand na. Kan je, ik wou net zeggen, kan je hier niet klimmen, joh. Ah, de rampert. De rampert. Het is best wel een lastig potje, hoor. Dat is mijn teammate. Sensor dartje schieten. Ja, deze loopt er weer een beneden. Oh, ook geen headshot. Ik deed zo mijn best ervoor, hè. Je zag me richten, je zag me proberen. Maar helaas, er zit er wel eentje in de kerk. Verwacht wel, ja, precies, ja. Dat hij naar boven gaat. Dan heb ik mijn Fisher Pulse ook ready staan. Een paar enemies gespot. Geen headshot, is niet erg. Ah, jammer. Hij wist dat ik er stond. Ik heb natuurlijk ook geen silencer aan. Dus als ik eenmaal begin te schieten, dan sta ik op de minimap aangegeven. Maar de headshots in dit potje, ik kan je één ding zeggen, die zijn wel moeilijk. Ah, jammer. Want de enemies die bewegen op het moment dat ze schieten alle kanten op.
Als ze stil blijven staan, dan is het een ander verhaal. Maar dat, ja, dat doen ze niet. Dankjewel, weer een erbij. Maar ze komen langzaam maar zeker er wel aan. Weet je dat het langzaam gaat en dat je ze nog wel maakt? Dan denk je ze helemaal niet maakt. Ik sta heel veel te kennen, want ze moeten daar spannen namelijk. De teammate die staat ook bij, maar ja, ze komen in mijn rug. Ja, zie je wel. Kom er terug dan. Oh, ze komen drie man. Er komt drie man. Ja, achter me. Kon hem even wachten. Teammate! Teammate! We hebben het overleefd. Ik weet niet hoe, maar... Oh, yo! Ik had dat niet moeten overleven daar, joh. Dat sloeg helemaal nergens op. Dat sloeg helemaal nergens op. Ze komen er nog meer. Ze blijven maar naar het huisje rennen, joh. Ik kon er gewoon niet meer uit. Ze bleven maar komen daar. Die was insane, joh. Oh, jammer, jammer. Dit was echt in zijn hals gewoon. Ja, het is niet het hoofdje, het is de hals. Dus hij telt niet mee. Zit hij daar boven? Nee, hij gaat nu wel naar boven. Ja, blijf er even staan. Kom op, joh. Ga je even campen of zo? Dat is een makkelijke kill voor mij. Oh, dankjewel, team. Maar even healen. Ik hoorde dat iemand zijn hondje inriep. Ik hoop eigenlijk dat het teammate was, maar ik denk... Ja, het is een enemy. Teammate. Dankjewel! Ik zag de hond niet lopen, maar niemand schoot erop. Oh, dat was te laat. Kijk, er loopt dus een hond rond. Hij is dood. Ik hoorde het geluidje dat hij uitgeschakeld was. Dus dat is fijn. Dan hebben we daar geen last meer van. Maar je hoort dat fluitje, je moet altijd heel goed opletten, want soms dan hoor je niet natuurlijk dat de vijanden een hond of iets dergelijks hebben. Maar dan hoor je bijvoorbeeld een fluitje. En als je een fluitje hoort, dan weet je dus dat iemand een hond inroept. Zie jij op je kaart niet dat je teammate die hond hebt, dan is het natuurlijk automatisch een enemy. Zo makkelijk is het. Dus dat zijn van die kleine dingetjes, weer een headshot, die je gewoon heel erg goed in de gaten moet houden. Het is iets heel kleins. Maar het is wel heel erg handig. Ik ben er nu alsnog door dood gegaan. Dus ja, ik had er nu helemaal niks aan. Maar je kan er natuurlijk wel wat aan hebben. Oh, jammer, 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 jammer. Goeie kill van hem. De fepper, hè. We staan wel voor. 10 kills nog te gaan in dit potje. Ik denk eigenlijk dat hij daar het hutje in gaat. Ik ga heel veel wachten op hem. Oh. Nee, ik wou een headshot maken. Hij lag op de grond stil. Ik dacht makkelijk. Weer een headshot erbij, maar helaas schoot mijn teammate hem af. Jammer. Anders was het een easy kill geweest namelijk. Het is ook wel handig aan die tempest. Als je gewoon iemand tempest en je switcht van wapen en je gaat door gewoon met je eigen wapen. Dan ligt hij natuurlijk op de grond en kan hij niks meer doen. Dus dan zou je eventueel ook heel makkelijk die headshot kunnen pakken. Eventueel. Het lukt meestal niet, maar het zou kunnen. We staan als eindscore 35-12. We hebben ja, niet heel veel kills opgepakt. 35 kills is nogal veel, maar het komt beter. Maar we hebben wel veel headshots opgepakt. Hoeveel het er precies zijn, gaan we even controleren in de volgende game. Want we gaan gewoon, weer een headshot, een game erachteraan spelen. Dus op naar potje 2. In het vorige potje hadden we 9 headshots weten te pakken. Dus op zich is dat wel een mooi aantal. En we gaan nu game 2. En het is op de map Summit. Fijn mapje om te spelen natuurlijk. Een van mijn lievelingsmaps zoals ik er altijd bij zeg. Maar de vraag is, waar komen de enemies vandaan? Ik heb een kaart gehit. Hij heeft sowieso weer geheeld. Ja, oh, hij redt ook de andere kant op. Bro, niet voor me wegrennen hè. Ik heb je... Oh nee, een strobe light. Oh nee. Oh nee, ze gebruiken de strobe light. Oh, dat is echt zo vervelend, hè, dat ding. Alleen helaas voor jou wist ik dat je zo zou omlopen. Oké, okay, payback is ze. Nou, ik heb hem geraakt, daar heb je niks aan. Ik had een wel mooi payback met een headshotje. Oh, dat was slecht. Ik had een headshot daar kunnen pakken. Hij komt ook gewoon niet. Hij zit daar nog steeds. Kijk maar, zie je op een minimap? Oh, ze komen er wel aan. Oh, ja, yeah, wat een timing. Oh, net op het moment dat ik ga lopen, komen ze met z'n drieën door de deuropening. Dat is echt timing, joh. Dat is... Ja. Dat is niet leuk. Oei, joh, die was daar naar boven geklommen. Zijn wapen zag ik al, dus ik wist dat hij eraan kwam.
hoop ik nu dat ze er spannen. Maar we hebben een UAV. Ze spannen er niet. Dankjewel. We moeten even meer bovenop het lichaam gaan schieten, jongens. Want we killen wel mensen, maar de headshots die moeten er meer bij komen. We missen de headshots namelijk op het moment. Nou, kills hebben we. Ja, we hebben wel wat aan kills. Kijk, dat hebben we nodig. Oh, saus. Oh, saus, teammate. Je komt ook niet even helpen, hè. Mijn teammate bleef gewoon kijken. Oh, hij is gekarretje. We doen er gewoon niks aan, joh. Maakt niet uit dat hij gekarretje is. En ja, dat deden ze ook niks. Ze stonden stil. Die strooplight is nog steeds zo vervelend. Je hebt er niet heel veel last van, maar alsnog is het gewoon vervelend. Het is meer irritant eigenlijk. Als ik eerlijk mag zeggen. Dat was geen headshot helaas. Dat ook niet. Dat ook niet. Oh, kom op, Jan. Oh, dat zijn er drie. Even die loaden, even naar achter toe. Komt er een aan. Ja, teammates, ze stonden er allemaal. Dat is onze geliefde strooplightman. Oh. Oké, die is kapot. Dat was de haak van de vijanden. Dus het is goed dat we die even... Holy knetter, kapot hebben gemaakt. Dat was een strooplightman weer. Ja, heb ik ook. Komt er nog een via midden hier. Lekker bezig, alleen geen headshot. Holy knetter, we maken echt knijt veel kills. Maar volgens mij was van alle kills die ik daar heb gemaakt geen ene headshot. Dus het is, we hebben heel veel kills gemaakt, maar dat is eigenlijk niet wat we willen zien. En dat... Oh, twee kogels mis van de burst. Het eerste blijft een burstwapen. Dus ja, als je de eerste kogel raakt, dan heb je niet, zeg maar, altijd... hoe wil je dat noemen? Het is niet altijd dat je ook de tweede en derde kogel raakt. Headshot. Zo, allemaal komen ze op me af, joh. Oi, 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 oi. Wel een headshot erbij. 65 punten hebben we op dit moment. Dus nog 35 te gaan. En dan verwacht ik dat ze weer achter me gaan komen. Ja, daar komen ze al aan. Oh. Hij is ziek. Hij is letterlijk één kogel. Dankjewel, team. Oh, ik ging nog naar boven met mijn richtpunt, zag je het? Ik moest de shotgun man even killen. Oh. Dankjewel, team. Zit er nog één daar? Uh-oh. Bro, je bent ik kan niet schieten! Ik kon niet schieten! Ik zweer het, ik drukte heel de tijd op mijn knop, maar hij schoot gewoon niet. Mijn wapen was daar geglitst. Ik kon letterlijk niet schieten. Ik maak geen grap. Wat was dat voor onzin, joh? Zo. Dat was heel raar. Ik ben er nog steeds over aan. Nee, ik kon gewoon niet schieten. Ik was gereload. Ik had gewoon kogels in mijn wapen zitten. Maar op een of andere manier, hij schoot gewoon niet. Geen idee waar het aan lag. Maar we hebben het overleefd, dus ik vind het niet erg. Zolang je het overleeft, is alles onder controle natuurlijk. Niemand spant daar meer. Dan zitten ze weer allemaal aan deze kant. Beetje voorzichtig hier het hoekje omkomen. Ja, dat dacht ik al. Ah, dat is jammer. Was te verwachten dat ze daar allemaal stonden. Ik gooi wel even mijn hellstorm erin. Zo, toch even een killetje erbij, gewoon dat kan. Nee! Ik deed zo mijn best om op het hoofd te schieten, hè. Het is af en toe zo moeilijk. Kom maar naar binnen. En weer probeer ik op de hoofd te schieten. Ze moeten hier nog wel inspannen. Nee, teammates spannen erin. Oh, oké. Is niet erg. We rennen gewoon weer de andere kant op. Oh, kom op. Nee, ook geen headshot. Oh, we schieten echt heel de tijd schieten op echt de bovenborst. Maar ja, we moeten net iets hoger schieten. We hebben echt niet veel headshots gemaakt in het tweede potje. We hebben wel als eindscore 46-7. Ja, dat is gewoon een hele goede score. Maar, ja. De headshots zijn er niet. De headshots waren er niet. Oh, ik ben benieuwd hoeveel we er nu in totaal hebben. We gaan heel eventjes kijken. Maar dat tweede potje geniet heel erg uitstekend met de hoofdschoten. Op het moment hebben wij in totaal... 91 headshots. Oeh... Oei, 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 oei. We zijn er dus letterlijk bijna.
En de volgende aflevering gaan we hoe dan ook, wat er ook gebeurt, die 100 headshots halen. En kunnen we dus gaan beginnen aan de volgende uitdagingen voor de Gouden Camo. Mochten jullie hebben genoten, mensen. Ram natuurlijk, als kijker blijft, zou ik super doof vinden. Vergeet niet te abonneren voor meer. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.